Een emotioneel weekend was het voor Nicky Terpstra. Na een zeer succesvolle wielercarrière van meer dan 16 jaar... nam de wielrenner toch echt afscheid van de topsport. Houden van jou een applaus voor Nicky Terpstra! Ik heb veel mooie overwinningen behaald. De monumenten steken daar natuurlijk wel bovenuit. Dat zijn Parijs-Roubaix, Ronde van Vlaanderen. En hij wint de Ronde van Vlaanderen. Hij is binnen. Maar goed, elke overwinning heeft een verhaal en ik ben trots op ze allemaal. Toen ik 8 was, zei ik opeens, hey, dat wielrennen lijkt me wel leuk. Mijn familie kwam totaal niet uit het fietsen, wisten niet wat ze moesten verwachten. Maar na 1 keer bij de club geweest te zijn, was ik er zo verliefd op dat mijn ouders dat zagen. En de 10 jaar daarna zijn ze de hele Benelux met me doorgekrost. Weet je, als je de sport thuis niet hebt, dan kan je nooit een sportcarrière zo lang volhouden. Hij weet precies aan mij van ja, als ik het niet leuk vind. Dat is denk ik ook de krachten die wij samen hebben, dat we gewoon altijd gelijk zijn gebleven. De dag nadat hij de Ronde van Vlaanderen won, gingen wij thuis een paasbrunch geven. En toen zei ik, gast, hartstikke leuk dat je Vlaanderen hebt gewonnen, maar hier ben je thuis. En we doen gewoon weer normaal. En je helpt gewoon met, ja, dus weet je, dat is gewoon ja, zoals het is. Thuis ben je Nicky, mijn man, ik heb vader van onze kinderen. En buiten ons huis ben je inderdaad de Nicky Terpstra, maar... Thuis lekker normaal. En naar mijn idee, alles moet wijken voor de sport. Ja, dat kan natuurlijk niet altijd. Dus het is altijd wel pittig geweest voor mijn familie. En ook wel topsport geweest, maar samen hebben we dat goed gedaan. Ik ben ook wel trots op hen dat ze, dat ze mij zo goed daarin gesteund hebben. Ik heb altijd gehoord dat topsport en relaties heel moeizaam samengaan. Helemaal een gezin dan. Dat lijkt me een dubbel emotioneel weekend. Afscheid nemen moeilijk, maar misschien meer tijd voor thuis ook wel fijn. Ja, dat klopt. Dat klopt. Je sluit toch een periode van je leven sluit je af. En, maar ja, hij is niet makkelijk geweest. Hij is niet makkelijk geweest tijdens zijn wielercarrière. Ik geloof dat geen één topsporter makkelijk is tijdens een topsportcarrière. Maar dan in combinatie met een gezin. Dat is helemaal niet makkelijk. Maar Ramona, zijn vrouw, die verdient echt, een pluim. Dat is echt ongelooflijk. Ze zeggen wel eens ooit, iedereen die heeft gewoon een sterke thuisbasis nodig. Nou, Nicky heeft echt een enorme sterke thuisbasis altijd gekregen. Ze lijkt wel een pittige tand ook. Ja, ja, maar dat heeft, dat heb jij goed gezien. Maar dat heeft Nicky ook wel echt nodig gehad. Ik moet ook zeggen, toen hij... Er is een documentaire van hem geweest. Toen hij de Ronde van Vlaanderen won en Parijs-Roubaix. Heeft hij ook gewonnen. En dat was ook... In die periode waren zijn kinderen nog echt klein. En hij was alleen maar... En je moet ook gefocust zijn als wielrenner. Maar hij was alleen maar bezig... Hij zag bijna zijn kinderen niet. Dus dat is natuurlijk best voor Ramona. Die heeft er periodes ook wel echt alleen voor gestaan. Maar was dat bijvoorbeeld met Michael en Indy bij jou thuis? Hoe is dat bij jou dan als voormalig echt topsportster? Nou, Indy was nog niet geboren. Mijn wielercarrière was al beëindigd. En 3 jaar na het beëindigen van mijn wielercarrière werd ik moeder. Ik geloof dat ik niet die combinatie had kunnen maken. Ik denk dat dat voor een mama ook moeilijker is dan voor een vader. Ik zou er niet aan moeten denken om bijna een 1/2 jaar van huis af te zijn en mijn kleine meid te moeten missen. Nou, Nicky en Ramona hebben dat fantastisch gedaan. En nu komt er een nieuw leven. Dan moet ik wel zeggen, hij gaat niet helemaal stoppen. Hij stopt met baanwielrennen en hij stopt met wegwielrennen. Maar hij moet aftrainen. Voor iedere topsporter zou het goed zijn om af te trainen. Mijn man is zelf ook wielrenner geweest. Die heeft niet afgetraind. En die kreeg allemaal last van hyperventilatie. Wat kan je... misschien ben ik de enige die dat niet weet. Maar waarom is dat zo belangrijk? Want wat is de consequentie als je... Niet doe, is dat echt heel dat specifiek? Je hebt gewoon een heel groot sporthart. En dat is gewoon, het is gewoon verstandig om af te trainen. Okay, dat is gewend aan dat harde pompen en dat moet gewoon... Daar moet je heel voorzichtig mee omgaan. Mijn man heeft het niet gedaan. Die heeft heel veel last gehad van hyperventilatie. En ik heb dat wel gedaan. Ik ben nog steeds gewoon lekker aan het bewegen. Nou, ik kan iedere topsporter aanraden om het op die manier te doen. Dat is wel verstandiger. Maar je hebt nog steeds een groot sporthart, volgens mij. Ik heb nog steeds gewoon een goed hard. En dan weet je wat hij gaat doen als hij... Want dat afbouwen, dat doe je misschien naast iets anders. Of is dat ook een dag? Nee, hij kan niet gelijk helemaal stoppen. Dus hij gaat mountainbiken en hij gaat graveltochten. Gaat hij rijden. Dat is ook goed dat hij daarop gefocust is het komende jaar. Maar ik hoop ook echt dat hij tijd gaat investeren in zijn gezinnetje. Dus, en hij heeft vandaag de wielerzesdaagse van Rotterdam heeft hij winnend afgesloten. Ook dus hij heeft zijn baanwielercarrière winnend afgesloten. Dat is heel mooi. Oh, dus gek. Ja,
Dus ik hoor al, ik denk dat hij van zijn vrouw morgen de kerstboom moet optuigen. Ja, dat denk ik ook. En we hebben natuurlijk de actie van Amy Pieters. Zeker, ook zeker. Gehad tijdens de wieler. Begon deze wieler zesdaagse mee, daar was je ook bij. Ja, daar begon het mee. Nou, we hebben gewerfd om Amy Pieters. Amy Pieters is gevallen met wielrennen, heeft een hersenbeschadiging opgelopen. En er is extra geld voor nodig om aanpassingen te doen in huis. En zij zit nu echt in een waanzinnig revalidatiecentrum in Woerden. Daar wordt alles vergoed. Maar op het moment dat ze daar geen progressie meer maakt, dan stopt het daar. Dus ja, Amy is een topsporter. Amy blijft een topsporter. Dus die wil blijven knokken. En dan willen we eigenlijk ook dat ze door kan gaan met revalideren in Amerika. Dus het was heel mooi. Tot vandaag stond de teller op 13.000 euro. En er was een bedrijf, Freightline, uit Westland. Die heeft gezegd, dat kan niet. Wij gaan het aanvullen naar 20.000 euro. Dus we kunnen je 20.000 euro aan Amy Pieters en de familie doneren. Zijn er nog geen oude sporthelden die net als bij César gewoon even wat shirtjes en troep op een hoop kunnen gooien, een leuke veiling, dat je dat bedrag even lekker binnenhaalt? Nou, als zij dadelijk, ik hoop dat ze heel lang nog progressie blijft boeken in dit waanzinnige revalidatiecentrum daar in Theuwis in Woerden. En mocht ze daar geen progressie, dan gaan we met heel veel, dan roep ik alle voormalige wielrenners op. Als zij zich ervoor inzet. Op een hoop gooien. Ja. En dat gaan we gewoon realiseren. Dat moet gewoon. Heel goed.